De hoge prijzen die de samenleving voor vis betaalt, komen deels door de hoge brandstofprijs. Dit verklaarde landbouwminister Prelaat Suudin eerder deze week aan journalisten. Volgens de bewindsman doet het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij onderzoek naar verschillende aspecten die veranderen binnen de visserijsector. Als je kijkt naar het kostenaspect, opbouw van de kosten voor die vissers, die dan commercieel aan het vissen zijn met hun boten, motoren, dan is minimaal 50% van die kosten bestaat uit brandstof. En brandstof, dat voelen we allemaal, is heel erg duur. Die andere kosten komen nog erbij. En als je uitvaart en je komt met de volle boot terug en je kunt je kosten dekken, geen probleem. Maar kom een keertje terug met de halve boot. Weet je, dan ga je uit je eigen zak nog bij moeten betalen. Het lijkt eigenlijk bijna op een gamble. En daar willen we juist vanaf stappen. De minister zegt daarom aan een visserijmanagementplan te hebben gewerkt, samen met deskundigen en mensen uit de visserijsector. Hij benadrukt dat nu volgens dit plan wordt gewerkt en jaarlijks gemonitord wordt wat binnen het plan aanpassingen behoeft.